Het moet iets zijn waar de monkeys zich kunnen uitleven. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag zijn we natuurlijk weer in Davindoor Springs en met een hele mooie, goede reden. We gaan namelijk weer verder bouwen aan het buitengebied. En ik kan er wel weer cliché zeggen dat we aan het Griekse themagebied gaan verder werken. Of misschien wel aan het begin bij de ingang. Of misschien wel bij de boomstammetjes bij het buitengedeelte. Maar dat gaan we niet doen. Ik wil eigenlijk eens wat nieuws gaan bouwen. Misschien beginnen aan een nieuw themagebied. En wat ik wil gaan bouwen weet ik nog niet, maar ik weet wel één ding zeker, dat wij moeten beginnen met een dark ride die centraal moet staan op het aangegeven plekje wat ik vorige keer hier had gemaakt. Namelijk een opvallend iets. Het moet een thema krijgen wat ik nog niet eerder heb gebouwd. Het moet iets zijn waar de monkeys zich kunnen uitleven. Ik ga even goed brainstormen en als ik iets heb bedacht ga ik het proberen uit te werken en hoop ik dat jullie ook zoiets hebben van dit is heel gaaf. Jullie hebben natuurlijk ook heel veel reacties geplaatst van ja, dit kan je beter doen en dat kan je misschien beter doen. Een dark ride bouwen kost natuurlijk heel veel tijd, dus vandaar dat ik ook zo snel mogelijk eraan wil beginnen, zodat we eigenlijk in de loop van allemaal afleveringen elke keer weer meer kunnen bouwen met natuurlijk die dark ride. Dus heel veel kijkplezier. Het wordt eventjes brainstormen, maar dat komt helemaal goed. Welkom jongens en meisjes bij de Planet Coaster Podcast. En natuurlijk ontzettend leuk dat jullie weer luisteren. We gaan vandaag het commentaar bespreken uit aflevering 268 waterattractie update. Dat was namelijk de video dat ik de boomstammetjes rivier even ging upgraden. En ik wil in de toekomst natuurlijk nog veel meer attracties even een soort van makeover geven. Niet dat er zoveel attracties zijn in mijn indoorhal. Maar deze attractie had nog zeker even een nieuwe update nodig. En daar heb ik nog steeds geen particle effecten toegevoegd. Dat komt later nog zeker van pas. Maar nogmaals ontzettend leuk dat jullie weer allemaal leuke reacties hebben geplaatst. Vergeet ook zeker niet om onder deze video een reactie te plaatsen. En natuurlijk ook alvast een duimpje omhoog voor deze video. We gaan beginnen met een bewerkte reactie van Tijn Truijen. Hij zegt, hallo Vincent, ik bedacht me ineens iets. In het land van Toos, in Toverland, wordt het dak gedragen door een constructie langs de muur en over het plafond. Dit zou jij misschien ook wel kunnen maken in de hal. Misschien is dat een beter idee dan de pilaren die er nu staan. Een echt super gaaf dat ik gewoon als eerste reactie wordt voorgelezen. Nou Tijn Truijen, dit keer nogmaals dat je als eerste reactie wordt voorgelezen. Ik vind het echt een geweldig idee. Het was nog niet eens in me opgekomen, maar ik kan inderdaad de palen die nu midden in het park staan, kan ik verplaatsen naar de buitenkant. En misschien dat ik alleen nog maar de palen in het midden kan plaatsen. Als het kan natuurlijk, hè. Dus dan heb je in principe aan de zijkant heb je dan palen. En eentje die staat dan precies in het midden. En dan wat jij al zegt, dan zorg ik ervoor dat ik een constructie bouw. Dat die in ieder geval stevig genoeg is dat die dan het hele dak kan dragen. Ik vind dat een heel goed idee. Wanneer ik het ga uitvoeren weet ik niet. Maar het zal vast en zeker in de indoorhal zijn als we daar weer gaan werken aan waarschijnlijk de buitenkant. Of misschien wel aan de constructies zelf. Ik ben een dino met 9 likes. Ik ben benieuwd wat je hebt gezegd. Hey Vincent, het zou leuk zijn als er DLC's komen waarin je een zwembad of een dierentuin kan maken. Net als in Rollercoaster Tycoon 3. Verder heb je weer mooi gebouwd. Nou, ik ben een dino. Ik zal jou eerlijk zeggen. Ik hoop het ook. Er is natuurlijk al Planet Safari geregistreerd als een naam. Nou weet ik niet of dat te maken heeft met inderdaad een dierentuin. Dat zou heel gaaf zijn. Als er gewoon echt levende dieren, dat je die kan voederen en dat je die moet onderhouden. Dat je ook je eigen kooi kan maken. Dat zou natuurlijk echt gigantisch vet zijn. Want zo wordt Zoo Tycoon natuurlijk wel volop eraf geblazen met een gewoon vervangende game. En ik denk ook als je een soort van zwemparadijs kan maken, dat zou natuurlijk ook gigantisch zijn. Wat heb ik daar ongelooflijk zin in. De enige reden dat ik Rollercoaster Tycoon 3 zou opstarten, dat is dat je je eigen zwembaden kan maken. Maar voor de rest, is gewoon Planet Coaster een mooie vervanger. Yo Vincent, zegt Epic FIFA Plays, ga je ook nog een keer een schommelschip in het Griekse themagebied maken? En dan een beetje in die kleuren, dat blauw met witte. Dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Groetjes van Julian. Julian, dat is een prachtig idee. Ik heb dat een keer gezegd, ja. Ik heb hem nooit geplaatst.
En dat is natuurlijk best wel schandalig, want een schommelschip plaatsen, dat is toevallig wel een van mijn specialiteiten. Kermis weet ik veel zegt, omdat helaas dat kerstpark niet doorging, lijkt het mij superleuk om dit park een bepaalde kerstsfeer te geven. Om bijvoorbeeld bij lantaarnpalen een krans te hangen. Verder ziet het park er heel goed uit. Nou, inmiddels heb ik dat opgelost. Ik ben een livestream begonnen met een soort kleine serie, waarin ik dus een complete kerstgerelateerde map aan het bouwen ben. Dus in principe is dat wel een soort van vervanging van de serie die ik eigenlijk wou starten. Dus hopelijk zijn jullie het ermee eens dat dat gewoon een hele mooie vervanging is en dat ik toch bezig ben aan een kerstmap. En gewoon doen, zegt Vincent, zou je een livestream kunnen doen waarbij je alle onrides doet. Nou, en er wordt ook reactie op gegeven. Dat is toch saai, maar als Vincent iets leuks erbij doet, dan is het wel leuk. En ze gewoon doen, ja, dan kijk je toch niet. Ik ben het ermee eens dat het best wel saai zou zijn als ik alleen maar onrides ging maken van alle attracties, alle achtbanen, alle track rides en zo. Dat zou inderdaad een beetje saai zijn. En dan zou ik inderdaad gewoon wat erbij gaan bouwen. Niet alleen maar die onrides. Maar misschien komt dat nog wel een keer van pas. Ik vind het sowieso leuker om onrides af en toe te laten zien in de video's in deze serie. Als we een livestream gaan doen, dan gaan we waarschijnlijk gewoon lekker bouwen aan het park. En momenteel ben ik natuurlijk bezig, wat ik al eerder zei, aan een soort kerstpark. Sam Simsom, zegt Vincent. Je hebt die wildwaterbaan echt een boost gegeven. Het viel me wel op dat je soms in de baan geen water ziet, misschien door een soort bug. Verder wordt je park erg mooi. Ik heb dan wel een ideetje voor je park. Maak een Chinees themagebied door gebruik te maken van de World Fair Pack. Groetjes, of zoals wij altijd zeggen, adieu wa. Zeg ik het goed? Adieu wa? Adieu wa. Nou, prima Sam Simpson. Hartstikke leuk dat je zo enthousiast bent over de wildwaterbaan. Maar inderdaad, het is een soort bug, omdat ik het water dus vrij laag heb geplaatst. En de baan gaat dus eigenlijk door het water heen, waardoor je soms inderdaad ziet dat het een beetje glitcht of een beetje bugt. Maar over het algemeen hartstikke leuk dat je een compliment geeft. Een Chinees themagebied, daar moet ik nog even over nadenken. Maar bedankt nogmaals voor je reactie. Pepijn Maat die zegt, ik heb vandaag een studiedag, superleuk dus, en lekker onder mijn deken naar Vincent luisteren. Nou, wat is er nou niet fijner dan gewoon lekker warm onder je dekentje zitten en dan inderdaad gewoon even op YouTube een aantal video's te kijken. Ik wens je heel veel succes en maak er lekker een lui dagje van, een heel lui dagje. De volgende reactie is van Jelmer. Hij zegt, na een drukke dag op school weer een lekkere video van DaVinci Games. Ik heb er nu al zin in. Ik loop trouwens achter met de reviews, ik ga ze snel inhalen. Nou, dat is inderdaad wel een heel leuk idee, want Park Asterix, je hebt natuurlijk ook nog, wat hebben we nog meer gedaan? We hebben gewoon heel veel, Europa Park, wat zat er nog meer bij? Holiday Park, maar die is wel weer wat ouder natuurlijk. En dit jaar komt er nog de Efteling Review, of in ieder geval het is een soort vlogvideo van de Winter Efteling. En natuurlijk ook nog een video van Plopsaland de Pannen. En dan volgend jaar, begin januari, komt er ook nog een vlog van Plopsa Hasselt. En misschien wel leuk om te weten dat ik eigenlijk nog dat Poolse Plopsa Park moet bezoeken. En dan heb ik alle Plopsa Parken bezocht die er maar bestaan op de hele wereld. En nou, dat voelt best wel goed. En natuurlijk weet ik dat Hasselt heel erg lijkt op de Coevorden Indoor Hall. Maar Hasselt is natuurlijk wel weer wat ouder. En volgens mij was er ook een andere attractie te vinden. Maar ik ga het vanzelf allemaal meemaken. Ik kom daar natuurlijk voor de Samson en Gert Cash Show. Die ik twee keer ga zien. Het is maar Max die je normaal alleen in film ziet. Het is maar Max. Sorry. Als ik die naam zie van dat kanaal, Het is maar Max, dan moet ik gelijk denken aan Guus Meeuwers. Maar goed. Hij zegt, hey Vincent, ik was laatst in de Efteling en ik ging ook in Baron 1898. Ik vond het zo vet dat het me leuk leek om in jouw park ook een divecoaster neer te zetten. Groetjes van Max. Ja, Max, een divecoaster neerzetten is ook wel niet echt een van mijn specialiteiten. Althans, ik kan er wel eentje bouwen, maar het is niet echt dat ik hem heel graag wil in het park. Ik ben het er wel mee eens dat als we hem heel leuk thematiseren, gewoon heel erg mooi aankleden met een soort mijn thema, dan dat het echt ontzettend leuk gaat uitpakken. Dat weet ik zeker. En als we inderdaad een kleine referentie geven aan Baron 1898, waarom niet? Waarom zou dat gewoon... Dat is gewoon heel vet. Dat lijkt me toch wel een heel goed idee.
Ik denk dat we misschien nog wel dit moeten gaan uitvoeren. Ik ga nog niks beloven. Maar als ik dingen voor me zie, dat ik denk van nou, dit kan best wel positief uitpakken. Dan wil ik daar ook mee doorgaan. Kuwipti die vraagt aan mij... Vincent, hoeveel uur heb jij totaal in Planet Coaster gespeeld? Dat kan je namelijk zien als je bij Steam kijkt. Nou, ik zal nu gewoon live gaan kijken op Steam. Om dan gewoon het antwoord te geven aan jullie. Ik kijk bij geïnstalleerde spelletjes. Het zijn er 9. En ik zie ook dat er een update nu is van Two Point Hospital. Heel leuk. Dan klik ik even op Planet Coaster. En ik zie staan 1112 uur. Dus 1112 uur gespeeld. En nou, daar ben ik heel erg trots op, zeker weten. En er komen nog best wel veel uren bij natuurlijk. Maar je moet je voorstellen dat als ik een video maak voor Planet Coaster, ben ik sowieso 2 tot 3 uur bezig. Nou, ik ben natuurlijk ook overige projecten aan het bekijken. Ik kijk ook af en toe in de Steam Workshop. Dus ik besteed ook heel veel aandacht aan deze game. Het is ook wel een van mijn favoriete games. En dat moet je dan ook wel terugzien natuurlijk aan de gespeelde uurtjes. Technical Jump zegt, hey Vincent, lekker bezig hoor. Mooi om die rotsen bij de splash van de boomstammetjes te zien. Misschien kun je die sproeier bij 10 minuten 45 ook gaan triggeren. Ook die fontein aan het begin van de boomstammetjes vind ik super leuk bedacht. Ik vind je reactie ontzettend leuk. Bedankt voor jouw feedback. En het is inderdaad een beter idee om af en toe ook te spelen met de triggers. En dan heb ik het ook over lampjes die plotseling aangaat of een fonteintje die ineens aangaat. Dat is natuurlijk ook heel erg leuk. En zo creëer je natuurlijk ook wat interactie in de attractie. Hé, hey, dat rijmt weer. Oké. Aaron's Theme Park World, die zegt een goede video. Maak een goede bobsleebaan, dat is leuk. Ik ben het daar wel mee eens. Misschien komt hij nog wel in het park te staan. Maar dan wil ik wel zo'n bobslee maken met zo'n houthakkers thema. Dus volledig met allemaal bomen en in de bossen en superleuk. Want als ik dan die bobsleebaan zie uit de Efteling... dan beginnen mijn handen te jeuken om dat ook gewoon een soort van na te maken. Ik vind dat ook gewoon een hartstikke leuke baan. En ik heb er pas in gezeten en het is eigenlijk gewoon doodzonde dat hij weggaat eigenlijk. In het begin had ik zoiets van, nou, het is wel beter dat hij weggaat misschien, maar nee. Het is gewoon ontzettend jammer. We hebben een reactie van Kasteel Games. Die heeft namelijk 2 dagen lang veel video's gekeken van Planet Coaster. Hij was namelijk de afgelopen tijd erg druk bezig en daardoor kon hij ook niet heel veel kijken. Hij heeft de afgelopen dagen vanaf aflevering 251 teruggekeken en nu is hij weer helemaal bij. Nou, fijn om dit te horen. Dankjewel Kasteel Games. En Game Review die heeft eigenlijk een Sinterklaas liedje gemaakt. Zie ginds komt de leerkracht met proefwerken aan. Hij brengt ons ellende, rapport naar de maan. Hoe huppelt ons spelletje over het papier? Oh, laat me eens raden, dat wordt weer een 4. Veel succes voor degene die proefwerken hebben. En Vincent, je bent top. Ik vind het een heel origineel stukje tekst, absoluut. En ik denk dat het ook ontzettend leuk is om dat te gebruiken in een liedje. Chris Veller die vraagt aan mij, veel mensen zeggen dat er geen domme vragen zijn, maar is dit een domme vraag? Ik weet het niet. Ik denk dat dit misschien dan wel toch een domme vraag is om te vragen of het een domme vraag is. Snap je? Pepijn Maat die zegt bedankt Vincent. Je zong dat liedje van Bassie en Adriaan en nou heb ik gelijk zin om het te gaan kijken. Natuurlijk is het altijd leuk om Bassie en Adriaan te kijken. Natuurlijk. Hallo mijn mooie zuiderijtje, daar komen de boeven. Trommels, die vervelende clown. Jorik Ruizendaal die zegt Vincent, misschien is het leuk idee om Monkeyland te combineren met een Japans/Chinees thema. Ja, want waar komen die monkeys nou precies vandaan? Komen die dan ook uit Japan? Dat is natuurlijk wel een hele leuke achtergrond die je erbij kan nemen. Het hoeft niet per se een bos te zijn met paddenstoeltjes en feeën met heksen en hele schattige diertjes die dan ook door dat bos leven en wonen en lopen en rennen. Het kan ook gewoon iets zijn als, wat jij zegt, een Japans thema. Want op elk poppetje staat natuurlijk altijd made in China of made in Japan. Dat is altijd zo. Dat is, nou ja, niet altijd, maar heel vaak zo. Dus misschien hebben deze poppetjes ook wel zoiets van made in China. Dat zou allemaal kunnen. Sam Koopman die zegt, yo Vincent, ik maak ook een park. Maar ik vind het lastig om mijn eigen stijl te bedenken. Ik ben bezig met een Chinees themagebied, maar ook maak ik nu zelf een Grieks gebied. Ik vind het lastig om jou niet na te apen. Jij bouwt zo mooi. Ik heb nog een vraag aan jou. Ga je nog een keer naar Fantasialand? Ja, dat is wel de bedoeling om dat binnen nu en misschien 4 weken te gaan doen. Het staat wel op mijn verlanglijstje.
Ik bedoel, het is een heerlijk park. En vooral natuurlijk door Wintertraum wordt het... Ik heb dat nog nooit bezocht, dus dat wordt voor mij dan ook weer een hele nieuwe ervaring. En het is gewoon een heel goed park. En ik weet ook zeker als ik daar rond in het donker ga doen, dat lijkt me ook wel een hele toffe beleving. En natuurlijk ook om te kijken naar wat ze allemaal nieuw hebben gebouwd voor de Flying Coaster. Of in ieder geval dat nieuwe gebied natuurlijk, hè. De volgende reactie is van ST Picture Steve. Hallo Vincent, ik heb misschien een idee voor een splinternieuw themagebied. Namelijk je eigen gemaakte magische vallei zoals Toverland. Maar in plaats van dwervels gebruik je gewoon de monkeys. Ik denk dat jij vast heel mooi kan maken. Jij bent namelijk echt heel goed in natuur. Ik was het vertrouwen met jouw indoorhal een beetje kwijtgeraakt. Maar door die kleine aanpassingen heb ik toch nog wel een beetje hoop in jouw grote hal. Groetjes van Venray Limburg. Nou, dankjewel ST Picture Steve, want dat is zijn nickname. Hartelijk dank voor jouw complimentje. En natuurlijk ook voor jouw idee, want... Ja, zo'n magische vallei is natuurlijk ook ontzettend aantrekkelijk om dat te gaan gebruiken voor een nieuw themagebied. Want dan is het ook wel een beetje een referentie naar Toverland. En ik heb er zelf natuurlijk ook wat ingestopt, namelijk de monkeys. En dat moet echt een heel groot gebied gaan worden. Eigenlijk een van de grootste gebieden van het hele park. Supermooi park, ik heet Carmen. Nou, dankjewel Carmen voor jouw compliment, maar ook dat we weten hoe je heet. En Kastanjeboom zegt ook zo vet, wow. En de Angelo Skills, Umentum, zegt leuke video. En Kasteel Games ook, heerlijke video weer. Die heeft dus stiekem 2 reacties geplaatst. Ik zie het wel. Jesse van Vught, doe iets van sneeuw op de bergen en als foto. Dat gaat waarschijnlijk niet komen. Maar als vervanging natuurlijk dat winterpark. Simeon Brandwijk, die heeft nog een vraag. Wat voor muziek hou je van? Groetjes uit Engeland. Ik hou van disco, van rock, van metal, van pop, van kinderliedjes. Ik hou ook nog wel eens van een house nummer. Maar voornamelijk vind ik rock en bijvoorbeeld metal, daar kan ik wel heel lang naar luisteren. Dat vind ik soms wel echt ontzettend lekker. Dat geeft me ook best wel een kick of zo. Bjorn Mostert die zegt, ik ging naar Hellendoorn en ik zag Hessel staan, maar ik ben niet op de foto gegaan. Nou, dat kan natuurlijk, hè. Je kan ook gewoon iemand zien. Heel veel mensen gaan ook niet bij mij op de foto. Dat hoort er gewoon bij. Maar ik denk ook als iemand aan het werk is, is het weer heel anders om in één keer met hem op de foto te willen gaan. Dan dat je natuurlijk hem in het park los ziet lopen. Jasper zegt, doe gewoon sommige palen weg, want je hebt niet zoveel nodig. Nou, dat klopt ook Jasper, sorry. Ik zei Jasper, maar het is natuurlijk Jasper. Maar dat hebben we opgelost, want er is al een oplossing voor gekomen, wat je aan het begin van de video hebt gehoord natuurlijk. Wendy Dekker zegt, ik ben een vrouw, maar ik vind het wel heel leuk om je video's te bekijken, want ik hou zelf ook wel van gamen en ik heb zelf ook Roblox. Nou Wendy, ontzettend leuk om te horen en ga vooral door met lekker gamen natuurlijk. De volgende reactie is van Robbie Boy. Hij zegt, weer een mooie video voor tijdens de examens even pauze te kunnen nemen. Ik heb ook een vraag. Hou je van musicals? Anders moet je echt Spectacle Musical 4045 van Studio 100 bekijken. Dit gaat over de Tweede Wereldoorlog. Wou zo verder, zou ik zeggen. Nou, dat ga ik zeker doen. Of ik die musical ga bekijken, wie weet. Ik ben niet een grote fan van musicals. Maar de laatste musical die ik heb gezien was de Beauty and the Beast. Die heb ik zelfs 2 keer gezien. Het was geweldig. En ik wil eigenlijk heel graag naar The Lion King. Dus die staat wel hoog bovenop het lijstje, absoluut. Jullie gaan weer eventjes een muziekje horen en dan weer terug naar de normale snelheid. En vergeet niet onderin natuurlijk een reactie te plaatsen. Doei doei!
Ja, en op een gegeven moment dan heb je in één keer dit gebouwd in één aflevering. Best wel apart. En ik kreeg wel motivatie en inspiratie om dit gewoon ineens te bouwen. Ik heb ook nooit met deze set gewerkt. Althans, ik heb ook nog nooit een gebouw gemaakt met deze set. Met deze Japanse stijl of Aziatische stijl. En ik wil dit nog veel groter gaan maken. Ik wil dit nog veel leuker gaan uitbreiden. Er moeten nog veel meer details op de muren komen. Maar ook gewoon hier in het gebied met rotsen. Meer natuur, meer monkeys natuurlijk. En dan wil ik ook nog meer bruggen gaan bouwen die naar de overkant gaan. Ook weer naar een nieuw eilandje, noem maar op. En hier binnen kunnen wij dan ruimte maken voor een dark ride. Jawel, hier komt een hele mooie dark ride in te staan natuurlijk. Het wordt echt wel een soort van icoontje van het park. Dus dit is heel klein. Vergeleken met de rest van de gebieden is dit gewoon heel klein. Laat zeker even in de reacties weten wat je hiervan vindt. En als je nog tips hebt voor mij, laat het ook weten. Want dit moet groter worden. Dit moet echt gaaf gaan worden. Heb je tips of wil je gewoon iets kwijt? Laat het weten in de reacties. Heb je een broer of een zusje of een ander familielid die misschien ook wel iets weet om te kunnen bouwen bij dit thema? Nou, vraag het aan ze en wie weet kan die ook wel even een reactie plaatsen onderin de comments. Tot de volgende keer. Doei doei!